heel aangrijpend. Als je bedenkt dat dit de cultuur is waar wij in leven. Haal uit het leven wat erin zit. Leef vandaag alsof het de laatste dag is. Pluk de dag. Dat is trouwens ook al heel oud in de wereldgeschiedenis. Het stond al in de Bijbel. Laten we eten en drinken. En blij zijn en gelukkig zijn. Want morgen gaan we dood. Haast u, de dood is naast u. Leef alsof het je laatste dag is. Want het gaat om dit leven. En dood is dood. Er is toch niks meer. En als er al wel wat is, dan zien we dat dan wel weer. Maak je niet te druk. Geniet ervan. Leef alsof het je laatste dag is. Het zou zomaar een citaat kunnen zijn uit een preek. Leef alsof het je laatste dag is. Hoor je ook de ernst doorklinken in dit soort volksmuziek van André Hazes junior? Ik zou eigenlijk wel nieuwsgierig zijn. Wees maar gewoon eerlijk. Hoeveel van jullie kennen dit liedje? Steeds meer vingers. Nou, ongeveer de helft, denk ik. Het is ook niks mis mee dat je het kent. Het is onze cultuur, zoals ik al zei. En toch, als dit de muziek is waar je heel graag en heel vaak naar luistert, zegt het misschien ook iets over de manier waarop jij in het leven staat. Of, heel ongemerkt, kan zo'n soort lied en al die andere liederen jouw denken ook beïnvloeden. Wees bewust van de geestelijke strijd. Vier dingen voor vanavond. Als het gaat om dood is dood. Of de paasboodschap. De dood is gedood. Wat een evangelie. In de eerste plaats zou ik die stelling gewoon even heel serieus willen nemen. Inderdaad, dood is dood. Dat is een stelling. En het klopt. Jan is Jan. Fiets is fiets. Eén is één. Dood is dood. Er is weinig tegen in te brengen. Toch? Nou, laten we het daar even over hebben. De dood als realiteit. Moet je niet wegschuiven. Moet je ook heel realistisch onder ogen zien. Misschien zijn er wel mensen die nooit naar de kerk gaan. Jongeren zoals jullie. Die zich meer bewust zijn van hun beperktheid, van hun sterfelijkheid, van de eindigheid van het leven, dan jij. Je leeft maar één keer. Je leeft nu. En dat brengt inderdaad, ook als je het Bijbels ziet, een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Wat heb jij vandaag gedaan? Hoe besteed je je tijd? Je kunt de klok niet terugdraaien. Ja, de klok wel, maar de tijd niet. Je bent maar één keer jong. Maak er iets moois van. Dat zegt ook de Bijbel. In Prediker bijvoorbeeld. Aan het slot, je wordt straks oud, je bent maar één keer jong. Geniet er maar van. Verblijd u, jongeling in uw jeugd. Jongeren, wees blij dat je jong bent en geniet van het leven. Maar niet zonder God. Juist in het besef, ook nu al, dat je er straks verantwoording over moet afleggen. Maar als je trouwens in dat hele Oude Testament leest, dan gaat het steeds wel heel nadrukkelijk om dit leven. Er is nog niet zoveel zicht in het Oude Testament op een enkele tekst na, op een leven na de dood. Nee, het gaat om het hier en nu. En om het goede leven met God. Hier en nu. Het wandelen in de wegen van de wet.
Dat is belangrijk. Psalm 30 zingt daar bijvoorbeeld van. Aan het slot. Zal in de kuil het ontzielde stof de mond verheffen tot uw lof. Met andere woorden, als je straks in de kuil ligt, kun je niet meer zingen. Doe het nu. Of zoals Hizkia dat zegt in Jesaja 38. Als hij zo ziek geweest is en zo dicht bij de dood, ten dode opgeschreven. En God had het ook nog gezegd door de profeet Jesaja dat hij moest sterven. Dan dicht Hizkia na afloop dat lied. En hij kijkt erop terug. En hij is zo blij. En hij concludeert. Het graf zal u niet loven. En de dood zal u niet prijzen. De levende, die zal u loven. Zoals ik het vandaag, heden doe. Doe jij dat ook? Omdat je een dag van God gekregen hebt, verlang je ook om hem vandaag met hart en ziel te loven en te prijzen. Dat is een leven met God. Die oud-testamentische realiteit van de dood als werkelijkheid, om rekening mee te houden, onderstreept in de eerste plaats dat we, want de hele Bijbel is door God ingegeven, een beetje voorzichtig moeten zijn. De dood is een gordijn, onbekend terrein. Er is niemand teruggekomen, zeggen ze. Tenminste, niemand die ik ken, behalve één. Wat weten we er eigenlijk van? De Bijbel spreekt erover in beeldtaal. Laten we voorzichtig zijn. Niet te stellig. Niet denken, we zullen eens even uitleggen hoe dat precies zit en werkt. Maar met eerbied en huiver. Tussen nu en 100 jaar zullen wij allemaal weten wat de dood is. Ja, ze zijn wel bezig met allerlei technieken om het leven te verlengen. En ze zeggen dat we straks 120 worden. Of 150. We moeten het nog zien. Ik weet ook niet of je daar zo blij mee moet zijn. Maar normaal gesproken, en als de Heer Jezus niet terugkomt, dan ligt jouw lichaam over 100 jaar op een begraafplaats. En dat van mij al veel eerder. Waarschijnlijk. Dat brengt dus ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De realiteit van de dood. Je leeft maar 1 keer. Alsjeblieft. Geniet ervan. Als geschenk van God. En leef vaker. Alsof het de laatste dag is. Dat brengt me meteen bij mijn tweede gedachte. De dood is een realiteit, maar de dood heeft ook iets weerzinwekkends. Het is een vijand. En daarom zijn mensen geneigd om er een beetje lacherig over te doen. En om die vijand te ontkennen of te ontvluchten. Ja, dood is dood. Je leeft maar 1 keer. Geniet ervan. Maar ondertussen wordt de hele wereld beheerst door doodsangst. Dat staat tenminste in Hebreeën 2. Waar de schrijver met ons deelt hoe de Heer Jezus gekomen is om hem die het geweld van de dood had, dat is de duivel, teniet te doen en te overwinnen. Want die duivel, er zit iets satanisch in de macht van de dood, houdt mensen met doodsangst in hun greep. Nou zeg je, dat valt heus wel mee. Want dat merk ik echt niet om mij heen. Kijk maar naar het liedje. Dat is toch geen doodsangst? Nee, mensen die geloven, die zijn pas bang voor de dood. Maar mensen die niet geloven, materialisten, die zeggen, nou ja, dood is dood. Waar zou je bang voor zijn
Dat zei Epicurus al, de filosoof uit de oudheid. Als de dood er is, ben ik er niet meer. En als ik er nog ben, is de dood er niet. Waarom zou je bang zijn? Dat denken is dus ook al heel oud, hè? Doodsangst, staat dat in de Bijbel? Nou, misschien dat die doodsangst zich op verschillende manieren uit. Sommige mensen verstijven bij elke gedachte aan de dood. Ze zijn echt heel bang. Maar meestal is dat gelukkig niet zo. Als het je beheerst, is het ook niet gezond. En toch zijn er momenten van paniek. Wat gebeurt er dan met een massa mensen in een stadion of in een zaal? Als er paniek uitbreekt, dan blijken we heel diep in ons een overlevingsmechanisme te hebben. En je gaat over lijken om te ontvluchten. Dat is de praktijk. Doodsangst zit dus heel diep in onze genen. En misschien dat zelfs die mensen die over een voltooid leven spreken en voor euthanasie zijn, ook bang zijn. Niet voor wat er na de dood komt, dat is wel een verschil natuurlijk. De meeste mensen zijn niet meer bang voor na de dood, want ze zijn ervan overtuigd dat er dan niks meer is. Maar ze zijn nog wel bang voor de dood. Ze zijn bang om de controle over hun project te verliezen en dood te gaan. Het blijft iets engs, iets wat nooit wendt, een vijand. Zelfs die levenshouding van pluk de dag, haal eruit wat erin zit, is als je er goed over nadenkt een vorm van angst om de kansen mis te lopen, angst om te falen, angst om teleurgesteld terug te moeten kijken. En daarom, haal eruit wat erin zit, je leeft maar één keer. Ook dat is een vorm van doodsangst. En één keer komt die vijand. Je kunt het niet van hem winnen. Je bent zwak, sterfelijk. En als de vijand komt, is het voorgoed, voorbij. Ik vraag jou in alle ernst om een halve minuut, in alle eerlijkheid, durf je dat? Na te denken over het moment van jouw dood. Wat gebeurt er dan? Hoe stel je je dat voor? Het komt zeker. Het is een vijand. Hoe zal het zijn? Wat we er uit de Bijbel wel van weten is dit. Dat de dood scheiding betekent. Ziel en lichaam zijn verenigd in één persoon. Dat ben jij. Je geest zit tussen je oren in je brein. Je leeft. Je ademt. Je hebt geen ziel. Je bent een ziel. Je ademt. Je hart klopt. Als je je heel erg concentreert, of voel maar aan je pols. Maar als je heel erg concentreert, dan kun je je hart voelen kloppen. Ik tenminste wel. Niet iedereen heeft dat misschien. Maar je kunt het niet laten kloppen. Je leeft. Ziel en lichaam zijn wonderlijk verenigd. De dood is een scheiding, waar ziel en lichaam wreed uit elkaar getrokken worden. Uit het leven weggerukt, zeggen we wel. Dat is de dood. En dat is heel heftig als iemand verongelukt. Daar hoort zo'n zin bij, niet bij een opa die overlijdt op 88-jarige leeftijd. Dan zeg je niet uit het leven weggerukt. Maar eigenlijk is het dan ook wel zo. Als de ziel uit het lichaam wegtrekt.
En dan moet je daar niet te veel over denken als twee componenten. Het is geen lijm. Dat is misschien te veel gedacht in de geschiedenis van de kerk. De ziel als iets wat in het stoffelijk overschot of het omhulsel aanwezig is. En het gaat dan natuurlijk om de ziel die straks als een vogeltje uit de kooi ontsnapt. Het echte leven is het zielige leven. En het lichaam is niet zo belangrijk. Dat is geen Bijbels denken. Dat is heidense filosofie. Nee, ziel en lichaam wil zeggen dat je hele lichaam, je haren, je spieren, je organen, je leven doortrokken is van die ziel. En als je sterft, dan blaas je de laatste adem uit. Wie ziet het, zegt de prediker, dat de levensadem of de ziel van een beest terugkeert in de aarde, ophoudt te bestaan. En dat de levensadem van de mens terugkeert naar de Schepper in de hemel. Wat gebeurt er dan met je? Moet je waarde hechten aan bijna doodervaringen, een tunnel, een licht, een heerlijk paradijsachtige toestand? Volgens mijn collega uit Groningen, André Aleman, zit dat ook in je hersenen en kun je dat meten? Is dat een soort neuropsychologische ervaring? Ik weet het niet. Alles zit misschien tussen je hersenen. Je kunt heel veel meten tegenwoordig. Het is wel zo dat mensen die heel dicht bij de dood geweest zijn of bijna dood geweest zijn, vaak anders in het leven staan. Misschien wel ontspannender. Omdat ze de dood onder ogen gezien hebben. Hoe dat precies zit, de Bijbel zwijgt erover. Dit ene ding nog. De dood is een vijand. En na de dood komt het oordeel. Dan zul je oog in oog staan met God, jouw schepper, jouw rechter. En je zult geconfronteerd worden met alles wat je gedaan hebt. Soms zien mensen als ze gaan sterven hun leven als een film aan zich voorbij trekken. Ook dat is een bijna doodervaring. Maar zo zal het denk ik wel zijn. Dat je hele leven als een film aan je voorbij trekt. De boeken zullen geopend worden. En dan moet je aan een boekrol denken die uitgerold wordt. En zegt Jezus niet dat wij van elk ijdel woord verantwoording moeten afleggen. Hallo. Van elk leeg woord. Die ben je al lang vergeten. Toch? Waarom zou je ijdele woorden onthouden? Die zijn er juist om te vergeten. Toch komen ze in dat oordeel terug. En het oordeel van God zal terecht zijn, overeenkomstig zijn heilige wet. En naar wat jij ervan gemaakt hebt, het zij goed of het zij kwaad. Dat is er na de dood. Als de ziel, de levensadem, wegtrekt uit het hele lichaam en terugkeert naar God. En als het lichaam tot stof terugkeert en tot ontbinding overgaat. De dood is een vijand. Maak er geen spelletje van. Daar ben ik ook wel bang voor in onze doodscultuur. Niet alleen voor mensen die hun leven voltooid vinden en eruit willen stappen, maar ook voor de massale aanwezigheid van dood en verderf op het scherm van je mobiel. In onthoofdingsvideo's. Nu niet meer zo, maar een paar jaar geleden. Ik ben bang dat de meeste van onze jongeren wel een keer een onthoofding hebben gezien. Een echte. Ik niet. Omdat ik dat niet wil. Maar het was zo dichtbij.
Wendt dat dan? Of in games, waar een doodscultuur heerst. Verschrikkelijk dat ze betonblok in Leeuwarden neer moeten leggen vanavond, om een aanslag te voorkomen. Maar 20 jaar geleden was er al een game met de naam Carmageddon. En je kon met je auto mensen doodrijden, zoveel als je maar wilde. Dat is ook een afschuwelijke doodscultuur. Een christen speelt niet met de dood. Ja, zegt iemand misschien wel, ganzenbord. Ganzenbord is toch ook eigenlijk spelen met het spel van het leven en met de dood. Nou, wij mochten vroeger geen ganzenbord spelen. Omdat er zo'n nummertje bij staat met een grafsteen erop. Dat vonden mijn ouders niet goed. Maar dat vonden ze ook daarom niet goed. Ik zeg niet dat ik het nou verschrikkelijk vind, maar dat vonden ze ook daarom niet goed, omdat je met de dood niet spot en met de dood niet speelt. Kun je nagaan. Denk er eens over na. De dood is een vijand. Een derde gedachte. De dood is een overwonnen vijand. Overwonnen. Want er is er één die is teruggekomen. Nee, Jezus is niet teruggekomen. Helemaal verkeerd. Er zijn wel anderen teruggekomen. Lazarus is teruggekomen. En die jongen in Nain is teruggekomen, teruggeroepen door de Heer Jezus, die machtiger was dan de dood. Maar ze zijn aan de verkeerde kant van de dood weer opgestaan, als ik het zo mag zeggen. Want ze moesten opnieuw door die doodsjordaan heen. Die jongeling uit Nain leeft al lang niet meer. En Lazarus is ook gestorven. Ze zijn teruggekomen. Zij hebben de dood niet overwonnen. Ze zijn wel even dood geweest. Die andere twee dan, Elia en Henoch. In het Oude Testament, hebben zij de dood overwonnen? Nee, zij ook niet. Ze zijn de dood voorbij. Henoch is de dood voorbij gewandeld aan de hand van God. Zoals Gerrit Achterberg zo prachtig in zijn gedicht zegt. De dood voorbij gewandeld met God. Hij heeft de dood niet gezien. Dat is een cadeau. Als je de dood niet hoeft te zien. Mijn vader kreeg dat cadeau. Niet zoals Henoch en Elia natuurlijk. Maar hij was 77. En hij lag even te slapen op bed. Hij was moe. Had hij zondag ervoor nog gepreekt. En zijn hart stond stil. Mijn moeder was in huis en ze riep hem: Cor! Geen antwoord. Hij was er niet meer. Het is wel erg als je dan achterblijft voor mijn moeder en voor ons. Ik stond op het vliegveld in Engeland na de Leicester-conferentie en ik zou naar huis gaan. En ik krijg dat schokkende bericht dat je vader aan een hartstilstand is overleden. Een plotselinge dood waar je helemaal niet op kunt voorbereiden. Ja, dan is de dood ook wel een vijand. Maar weet je waarom ik het vertel? Omdat mijn vader zijn leven lang ook wel bevreesd was voor de dood. Soms met de dood in de schoenen liep. Het was ook wel zijn karakter, een beetje somber en neerslachtig. Hij heeft de dood eigenlijk niet gezien. En voor hem was het een cadeau. Ik zie hem nog zo liggen op het bed. Nog niet opgebaard toen ik naast hem stond. En hij was koud. Toen ik hem de laatste kus gaf op zijn voorhoofd. Ik vertel het maar even aan jullie, zoals het was. Zo deed Jozef het trouwens ook bij Jacob. Zo heel natuurlijk, omdat je weet dat je elkaar weer terug mag zien. Door de Heer Jezus Christus. De dood is een overwonnen vijand. Voor een christen is het ontslapen. Dat hebben we op de kaart gezet.
en op zijn steen. In Christus ontslapen. Welterusten, papa. Tot morgen. Zo stierf Jezus. Na die verschrikkelijke en helse marteling aan het kruis. Met het kinderlied op zijn lippen. Dat hij van zijn moeder Maria waarschijnlijk geleerd had. Zoals alle Joodse jongetjes. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Zo stierf Jezus in het volste vertrouwen op zijn hemelse Vader. En zo is hij wakker gekust op de paasmorgen. Aan de andere kant van de doodsjordaan. Hij is niet teruggekomen aan deze kant. Maar het sterfelijke heeft onsterfelijkheid aangedaan. En het verderfelijke heeft onverderfelijkheid aangedaan. Hij is opgestaan in een nieuw leven. Hij is opgestaan in een nieuw lichaam. In een verheerlijkt lichaam dat geen pijn meer kon lijden. Maar waar nog wel de littekens van de kruisiging zichtbaar waren. En omdat Jezus aan de overzij is opgestaan, is de dood een overwonnen vijand. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De dood heeft een nekslag gekregen toen Jezus riep, het is volbracht. De dood is gedood door de dood van Christus. Dood is dood. De dood is dood. Dankzij hem. En dat is mijn laatste gedachte. De realiteit van de dood. Houd je wel genoeg rekening mee? De dood als vijand. Het wendt nooit. Tenzij jij meedoet aan de doodscultuur. Een verschrikkelijke vijand. En toch een verslagen vijand. Vier. Voor een ieder die gelooft. Dat is het eenvoudige evangelie. Zegt Paulus het niet? De prikkel van de dood is de zonde. Het is net als een wesp. Een wesp heeft een angel. En dat voel je. Maar stel je voor dat er een wesp zonder angel zou zijn. Misschien zijn er op de nieuwe aarde wel wespen zonder angels, dat weet ik ook niet. Er zullen wel dieren zijn. En als er wespen zijn, dan zullen ze zonder angel zijn. Of als ze een angel hebben, dan hoef je er niet bang voor te zijn. Wat weten we er eigenlijk van? Van die opstanding, van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want als ziel en lichaam gescheiden worden, is het maar voor even. Een wachtkamer. Het gaat in de Bijbel veel meer om de opstanding van het lichaam. En om het laatste oordeel. Al zal daar een persoonlijk oordeel aan vooraf gaan. Voor een ieder die in hem gelooft. Is de angel uit de dood verwijderd. Wespen kunnen blijven steken. Een bij niet. Een bij kan maar één keer steken. De dood is als een bij. Die angel is in de Heer Jezus gegaan. Hij is dood geweest. Dood geweest. De dood heerst niet meer over hem, schrijft Paulus in Romeinen 6. Nu niet meer, toen wel. Hij is de dood ingegaan. En die angel van de dood heeft Jezus diep geraakt. En de kracht van de zonde, de angel,
Het gif, zou je bijna zeggen. De pijn van die angel, dat is de wet. De heilige wet van God. Die wet die zegt, jij mag dat niet. Jij moet dat doen. Die wet die straks het heilig richtsnoer van God zal zijn. In het laatste oordeel. Als opnieuw de boeken geopend worden. En niet privé, maar publiek. Ieder mens geoordeeld zal worden. Voor de troon van God. God heeft de tijd. Het gaat lang duren. Maar in de eeuwigheid is er toch geen tijd. Ieder mens krijgt een beurt in het laatste oordeel. Met lichaam en ziel verenigd. Wat zal dat heerlijk zijn. Om dan vrij gesproken te worden. Alsof je nooit één zonde gehad of gedaan had. Omdat de Heer Jezus dood geweest is. En zie, Hij leeft. Als je vanavond op Hem vertrouwt. Ik zeg niet eens als je Hem lief hebt, want dat is een vrucht van het geloof. Als je op Hem vertrouwt, dat is toch geloven, dat is toch vertrouwen. Als je erop vertrouwt dat het waar is wat Jezus zegt, in de heilige wet. Jij hebt de dood verdiend. Niet alleen straks, als je je laatste adem uitblaast, maar voor altijd de dood verdiend. Zet daar je handtekening maar onder. Of je het nou voelt of niet. Want je voelt het te weinig. En je hebt er veel te weinig last van. Maar zet er je handtekening vanavond alsjeblieft maar onder. En zeg het maar. Beleid het maar in de stilte van je hart voor de Heere. Ik heb de dood. De eeuwige scheiding van u. De buitenste duisternis. De wroeging. Echt. Verdiend. Het enige wat u hoeft te doen, Heere, is mij voor altijd confronteren met wat ik verkeerd gedaan heb. Meer niet. Ik heb het verdiend. Dat is de wet. En dan zegt het evangelie dat er één geweest is die dood gegaan is. Dood geweest is. Weet je hoe? Zo. Met uitgebreide armen. In de pijn. In de vlammen van het vuur. Het heilig vuur van Gods wet. Is hij verteerd. Hij was van God gescheiden. Hij daalde neer in de put van de dood. Van de hel. Voor jou. Voor mij. En als je vanavond op Hem vertrouwt, dat mag. Ook had je dat nog nooit eerder gedaan of nooit eerder gekund. Ach, je kan het vanavond ook niet, dat weet ik ook wel. Als je vanavond op Hem steunt, op zijn belofte, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof je dat? Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En Jezus zegt, als je vanavond op mij vertrouwt, dat mag, dat moet. Dan zul je de dood niet zien. En als je hem ziet, dan mag je zeggen, weltrusten, ik ga slapen. Om wakker te worden op de heerlijke dag van Jezus Christus. Daarom, nog één keer dat evangelie uit de spotsong, het spotlied waar we mee begonnen.
Alsjeblieft. Ik smeek het je. Leef. 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 Alsof het je laatste dag is.